We hebben een schriftelijke overeenkomst van tijdelijke bezetting met het Waals Gewest, die ons dus toelaat om hier te wonen. De algemene structuur is een VZ2, die dus dateert van vroegere projecten, toen we hier nog niet waren, maar in andere gebouwen. En die VZ2 overkoepelt eigenlijk drie gebouwen op dit moment. De Koningsstraat 123, waar we nu zijn, en daarnaast ook de Poissonnerie en een aantal eensgezinswoningen in de Vooruitgangsstraat. We mogen volgens ons die overeenkomst die we hebben met Waals Gewest, mogen hier 65 mensen wonen. Ik denk dat we ondertussen dat we hier ongeveer met een 63-tal mensen wonen, waarvan een 10-tal kinderen. Het project is eigenlijk een collectief project met een mix van mensen. Dus mensen die van op straat komen, maar ook studenten, mensen die werken. Proberen we samen te wonen op een beetje andere manier dan in de samenleving gebeurt. Dan zijn er een aantal ateliers, gelijk het Linux atelier, waar een aantal gerecupereerde computers staan en waar mensen kunnen uitleg vragen over vrije software en zo van die dingen. Er is een fietsatelier waar je elke dinsdag en donderdag je fiets kunt maken of komen herstellen. En fait, j'ai commencé parce que j'ai une amie qui habite ici depuis 2 ans. Du coup, j'ai découvert le 123. Et après, j'avais des problèmes avec mon vélo. Donc, je suis venu pour le faire réparer. Et puis, on s'est bien entendu avec Greg, donc le maître de l'atelier. En général, au 123, tout fonctionne sur le prix libre. Que ce soit la table d'hôte le dimanche, quand il faut à manger, l'atelier bois. Donc, c'est selon les gens combien de temps ils ont passé, combien de pièces ils ont utilisées et combien d'argent ils ont à donner. En dan is er ook de volkskeuken, elke zondag om 7 uur. Waar we eigenlijk met voedsel overschotten, of wat dat we dus de niet verkochte groenten van een biomarkt eigenlijk mogen gaan ophalen. En die we dan die avond zelf nog klaarmaken en waar een 40-tal mensen komen eten elke week. De organisatie van die ateliers zijn vaak bewoners die ergens het initiatief hebben genomen, maar met ondersteuning van mensen van buitenuit. En dat is heel goed, want zo is er kruisbestuiving tussen de buitenwereld en onze manier van leven. Het is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk om met 65 mensen samen te wonen. Ook omdat het is niet zo dat wij een groep van vrienden waren die gezegd hebben in het begin van we gaan allemaal samen wonen. Zoals vroeger misschien meer gebeurde. Maar het is eigenlijk een toevallig samenkomen van heel verschillende mensen. Het is niet altijd even gemakkelijk, omdat we hier ook proberen democratische beslissingen te nemen. Hier is geen chef of geen patroon of geen leider. De beslissingen worden tezamen genomen. En dat geeft af en toe discussies, af en toe spanningen ook tussen mensen. Maar dat proberen we. Dat is misschien de moeilijkere kant van het verhaal. Maar het heeft zoveel positieve kanten en voordelen ook van samen te wonen en omringd te zijn door mensen.